mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5LS, Speedy of Armor. En vandaag ga ik pad met de Kamar, tweede klasse. Dus dat is wat zwaarder dan de gewone Kamar, om maar even zo te zeggen. Met het lichtblauwe jasje. We hebben er wat van gemaakt, het lijkt waarschijnlijk niet precies 1 op 1. Maar ik vind hem wel badass uitzien met deze Toyota. En dan moet ik even... Geen idee wat voor Land Cruiser staat er fucking rood op, wauw. V8, je weet zelf toch... mogen deze nog de straat op? Ik meende de laatste keer van niet toen ik met deze opnam. Ja, wij doen het wel gewoon. Misschien inmiddels ook wel hoor. Ze waren in ieder geval niet helemaal veilig of zoiets. Er was iets mis mee. Hij is helemaal gepanzerd, dus daar zijn we wel safe mee. We hebben nu de eerste melding, dus daar gaan we ook meteen heen. Het betreft een... Oh, we knallen meteen op een muurtje. Het betreft een persoon die hier niet helemaal... of ja, ik weet de melding niet precies. Iemand probeerde een vlucht te boorden. Ja, dat is niet verboden. Maar ik denk dat hij niet mag. Om een of andere reden. Ik denk dat je geen ruzie wilt zoeken met... Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Officers have arrived. Met iemand met een MP5 en zo. Suspect is a Hispanic male. Even kijken. With no hair. Suspect reported wearing dark jacket, dark sneakers. Ja, moeilijk. Ik vind het een beetje raar, dat paarse. Dat paarse wat we... Wacht, ik kan geloof ik nog een keer op. Oh, nee, wacht. Dat paarse stipje, maar dat valt buiten de... buiten de cirkel. Maar we gaan toch eens even die parkeergarage naar boven rijden. Dat was geloof ik een andere kant naar binnen, of is dat hier... Om te kijken of we hem hier dan kunnen aantreffen. Dit is mogelijk zijn voertuig hier. Zit verder niemand in. Toch? Nee, we gaan even op onderzoek uit. Geen kenteken voor. Wel een kentekenplaat achter. Die gaan we even door het systeem halen. Kilo, niks aan al met het voertuig, die mag je dus ook gewoon staan, vind ik. En dan gaan we heel snel weer hem zoeken, maar ik wil nogmaals even zijn description. Hier gaat iets tussen staan. Hè. Average build with no hair wearing a dog. Ja, daar heb ik echt vrij weinig aan. En het is een vliegveld en dat maakt het op zich wel leuk dat we redelijk moeten zoeken, maar ook moeilijk, want het is dus een vliegveld en hier lopen best veel mensen. Nou, ik rij weer verkeerd. Even collega. We gaan echt gewoon even zo snel mogelijk naar beneden weer. Dus dan pakken we gewoon de handigste bochten. Zo, hoppakee. Nou, we zijn al beneden. We gaan te voetjes verder. Dat lijkt me het handigste. En ik meen dat zijn voornaam Lance was. Dat hem zijn? No hair. Ja. Ik weet niet. Het is geen dark jacket. Hè. Het is ook niet of hij gewapend is. Waarom hij dat vliegtuig niet mag boorden. Waarom hij dat vliegtuig wil boorden. We houden alles en iedereen in de gaten. Tot nu toe hebben we nog niet zoiets van zo, hij voldoet aan het signalement bij een bepaald persoon. Er liep wel iemand met een donkere jas daar zo die kant op.
Dat kan natuurlijk de voet zijn. We gaan wel nog even boven kijken. Ik weet niet of dit departures is of arrivals. I could use a nice cold Benedict beer now. Dominating the world is hard work. Even uitkijken naar een kale man. Ja, ik zeg je eerlijk, ik weet niet waar ik moet beginnen. Dit is Arrivals, dus als iemand wilt boren, zal die beneden staan. Oh, dat was een kopstoot. Dat was niet de bedoeling, ik wilde sneller beneden zijn. Het duurde daar ook nog langer. Dan gaan we hier even kijken. Boren is juist moeilijk, mensen. Je zult maar in het echt op een vliegveld iemand moeten zoeken. Ik heb daar wel respect voor. Ja, misschien. Nee, hou nou eens op. Ik weet niet wat ze willen van me. Ik zet zo'n teamspeak uit, mensen. Nee. Zou hij het wel zijn? Ja, misschien wel. Nee, wacht even. Nee, dat is hem niet. Maar ik kan wel zijn ID vragen, ja. Nee, dat is hem niet. Oké, dankjewel. Waar kan die zijn? Misschien staat hij hier gewoon aan de overkant zo net zo. Binnen die cirkel. Als hij nog beweegt is dat ook moeilijk, hè? Target is a Hispanic male. Average with no hair. Target wearing dark jacket. Well, dat is Federico. Federico Lavender. Dan was het ook het verkeerde voertuig. Denk ik. Huh? Het was een black vehicle. Oh, wacht even, dat is hem wel, gek. Huh? Nee, wacht, hè? Huh? Dat is hem wel. Toch? Wacht, nu las ik iets. Het is Javier nog wat, huppelepup. Maar hier staat... We have reasons to believe that the suspect may be attempting to travel under assumed identity of Javier. En die hebben we net hier aan de kant ge... Dat is hier, zie je? Dat is hem wel. Dus dat is gewoon een fake ID hier. Dus gaan we hem even aanhouden. Voor identiteitsfraude ofzo. Dat is geen dark jacket. Ik vertrouw het allemaal niet. Goeiedag. Nogmaals, ID. Niet bellen. Ik ben even met je in gesprek, kameraad. Heb je telefoon verkeerd om geloof ik. Hé, hey, luister eens even. Jij bent aangehouden. Ik weet niet zeker of dit hem nou is. Maar ja. De melding is dus, hè. Er is vermoeden dat hij... onder een valse identiteit you're under arrest, you piece of crap. Ja, gaat reizen onder de identiteit van Javier Huppeldepup. Dat is hij hier. Of dat ID krijg ik van hem. Dus hij gaat naar mij mee. Officers report yep, a suspect okay. Placed under arrest in Los Santos International. Oké, okay, hij had wel wat wapens bij. Maar dit is inderdaad Federico Lavender. Oké, okay, luister, jij gaat naar het politiebureau en wij gaan deze melding afhandelen. In Los Santos International. We have a suspicious person in Los Santos International Airport. Verdacht persoon op een vlucht. Dan gaan we ook even kijken. Heel mistig, super mistig trouwens. Ik vraag me af of vliegtuigen mogen landen en opstijgen met het weer. Denk het wel niet. In het echt dan. In GTA weet je het nooit. Maar er is dus wel net een vlucht van Amsterdam naar Los Santos gekomen. Daar is melding gekomen van een verdacht persoon. Daar komt een vliegtuig. Ik hoor iets. Nou, dat is deze. Oké, dat
spant hij. En Tam. Is dat geen Portugees? Tam Airlines. Oh god, die zag ik niet. Ik ken deze melding. Stel niet heel veel voor. Ik ga met de pilot talken. Goeiedag. Hallo, Wim hier, politie, kom maar. Wat is het probleem? Deze persoon hier is erg verdacht, zegt de piloot. Hij zegt dat hij met terroristen in aanraking komt. Dat zit hij tijdens de vlucht te vertellen. Ik zou, of ja, ik zeg. Oké, wacht even. Oké, dankjewel, ja. Wim zegt, ik zal hem even controleren voor de zekerheid. De piloot heeft zijn gegevens al gegeven. En ik vraag nu na bij het OPS. John, dit is een Nederlandse agent. Hij wordt niet gezocht. Maar ja, hij zit dus wel. Goeiedag. Wel te praten over terroristen in een vliegtuig. En dat is redelijk eng. Als je zeker als je zegt, ik kom in contact of zoiets, wat zei hij. Oké, goed. Ja, nee, niks aan te doen. Niks aan te doen. Conclusie, hij moet minder... Hij was gewoon over terroristen aan het praten met iemand. Mensen pikken dat op, worden bang, snap ik. Als je zegt van ja, ik kom in contact met terroristen of ik werk met terroristen, ik werk tegen terroristen zelfs, kan al redelijk raar zijn. Dus ja, dat. Attention all units. Officers report a person or persons transporting narcotics and iemand die mogelijk hier op het vliegveld drugs zit te... Oh, wacht even. Ja, ja. We hebben dus een melding van een persoon die probeert te boarden op het vliegtuig en met drugs. Dus ze hebben wel het vermoeden dat die drugs bij zich heeft, op zich draagt. Om maar even zo te zeggen. Mogelijk meerdere personen, dat weet ik ook niet. Het is een bekend persoon zo te zien. Van de politie. Want er zit al een tracker, hoe dat heet. Dat is een tracking device, oftewel een GPS ding iets op zijn voertuig. Dat betekent dus dat ze hem al langer volgen, lijkt me. En dat ze nu dus zien dat hij naar het vliegveld rijdt en mogelijk dus met drugs of iets wilt gaan boorden. Attention all units, officers have arrived. Het voertuig staat hier. Suspect vehicle, a black Karen Fuchu, target vehicle license plate 901, Libra X-ray, Sam 821. White male, average build, ja daar hebben we toch allemaal niks aan, dat is zo moeilijk hè. En eerst kijken of iets naar mijn voertuig staat. Ik ga de volgende kentekenvoering aantrekken, 91. Zulu, X-ray, niks bijzonders met het voertuig in ieder geval. Die gaat wel uiteindelijk mee naar het bureau voor onderzoek. Ze zeggen ook van, of het script zegt ook van, mogelijk is de verdachte dus al uit het gebied gegaan. Misschien moet je het voertuig nog even... kijken en anders moet je maar de melding stoppen. Dat gaan we ook doen. Ik doe nog één keer kenteken check. Of ik niet iets over het hoofd heb gezien op dit kenteken. Dat lijkt me niet. Ik ga het volgende kenteken voor in aantrekken. 91 Zulu XC CR 821. Ja nee. Oké. Er zit zo'n GPS op. Dus dat betekent dat wij er wel achter komen. Of in ieder geval de politie komt er wel achter als het voertuig weer rijdt. Dat betekent ook dat wij op end gaan drukken.
En kijken of we wat anders aantreffen. Deze melding is ten einde. Goed werk. Camerabeelden laten zien dat er twee voertuigen zich hier raar gedragen en dat klopt ook. Eentje gaat er hier soort van vandoor, ook al zitten ze beide vast geloof ik. Maar ze gaan niet het vliegveld op, dat weet ik toch wel. Kom op, staan blijven. Stoppen. Beide stoppen. We gaan hier geen spelletjes spelen op het vliegveld. Kom op, hé. Jij ook. We gaan niet over het vliegveld rennen, gap. Oké. Okay. Nou is de achtervolging meerdere personen. Eentje rent van het vliegveld af, de andere rent het vliegveld op. Ik ken hun intenties niet, dus als ze een vliegveld oprennen, dan is dat geen goede intentie en dan is dat een gevaar voor het vliegveld. Lijkt mij. Dus daar moeten we ook toe handelen. Even in de buurt komen van hem. Stoppen. LSPD! Don't make me shoot ya! Wim heeft een hele zware bepakking, maar haalt hem wel in. Misschien wel in een paar kogels door zijn been heb gejaagd. Stoppen. Police! Stop whatever the hell you're doing! Zo. Eenmaal aanhouding. Andere is denk ik ook wel in de omgeving van de collega's. Ik moet zeggen, collega's zullen nu in de omgeving van hem zijn. On the way. Roger. Ja, ze hadden drugs bij. Misschien de reden dat ze er vandoor gaan. Zo, oh ja, oh, oh nee. Oh, ja, aangehouden. Lekker gewerkt, Pik. Ja, nee, die bocht die ging soepel. Vijf rijden. We gaan nog even kijken of we nog wat spannends kunnen beleven en dan gaan wij langzaam de video afsluiten. Maar voor nu gaan we dus op zoek naar wat misstaat. We've got a fire reported in Los Santos International Airport. En soms duurt het niet lang voordat je misdaad te pakken hebt. Oh, daar staat een mevrouw met een vuurwapen. Handen omhoog. Politie, handen omhoog. Laat de wapen vallen. Laat vallen. Hallo. Hallo. Vuurwapen neerleggen. Met elke verdachte beweging wordt er geschoten. Hey. Geen stap dichterbij zetten of er wordt geschoten. Denk eraan. Kom op, luisteren. Ze hebben nog steeds een vuurwapen in de handen, hè? Oh, wel heeft ze eentje neergelegd. Op knieën. Hallo. Hey, richt hem niet op mij, ja vriend. Nee, oké. We gaan naderen, nog steeds bij elke verdachte beweging wordt er geschoten. Denk eraan. Ze laat gewoon vijf van de wapens hier vallen, gek.
Dat is een foutje van het script, denk ik. Want nu hebben we ineens superveel wapens. Wel een dik wapen, hè. Ja. Eenmaal aanhouding. Ik ga dat niet fouilleren, want ik geloof het helemaal. Assistance needed for a suspect placed under arrest in Los Santos International Airport. Green 2, we are on our way. Binnenkort, zeg ik alvast, ga ik ook eens binnen de roleplay reality mee met de Camar. En misschien, nou eerst zullen we beginnen met een normale Camar, zeg maar. Dus de niet zo, ja, nou ik moet zeggen, niet zo spannende Camar is dan ook weer niet waar. De gewoon hè, een soort van noodhulp Camar zal ik hem maar even noemen. En dan ga ik vast ook wel een keer mee met de niveau 2. En ja, dat waarschijnlijk ook met die Toyota dan. Dus dat gaan jullie allemaal zien. Waarschijnlijk zal ik wel niet dan, of dan zal ik wel niet, de zware wapens zoals deze mogen dragen. Dan zal ik gewoon met mijn Glockje bezig zijn. Die hebben we vandaag trouwens niet in onze handen gehad, maar dan is dat, die wel. En dat gaan jullie dus allemaal zien. Binnenkort zeker weer een video met Camar. Laat maar even in de comments weten of jullie niveau 1, dus de normale, om maar zo te noemen, of niveau 2, wat we vandaag hebben gedaan, willen zien. Tot dan, doei!